Javier en Robin zijn al 12 jaar samen en kochten een paar maanden geleden hun eerste huis in het hartje van Utrecht. Genoeg ruimte voor z'n tweeën. Tenminste, dat zou je denken. Eén dag voordat we de sleutel van ons huis kregen, hoorden we van de verloskundige een heel leuk nieuwtje. We krijgen een tweeling. We hadden een logeerkamer en een kleinere kamer waarvan we dachten dat wordt de babykamer, maar dat gaat echt niet passen. Dus de logeerkamer moet weg en er moet een wat grotere babykamer komen. Nou, als eerst gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Dankjewel. Oh, twee. Ja. Wordt wel heftig dan straks, denk ik, hoor. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Wel echt een beetje wennen. Nou, de basis van de ruimte is eigenlijk al helemaal top, lekker groot. Dus ik ga aan de slag. Hier gaan straks twee baby's heel blij worden. En een van de wensen van Robin en Javier is dat de babykamer genderneutraal is. Dus geen roze of blauw, maar neutrale kleuren en gezellig veel diertjes. Thomas begint met het leggen van een nieuwe vloer. Zo, de nieuwe ondervloer die ligt bijna. Het is wel belangrijk dat je een ondervloer plaatst, want deze is licht egaliserend. Want ik heb hier te maken met een houten vloer en het is geluidsdempend. Dus die ligt. Tijd voor een echt mooi vloertje. De vloer die ik hier ga leggen is een lamelpakket. Dat betekent dat het niet massief is, alleen de toppenlaag is 3 mm eiken. De rest is kruislinks opgebouwd uit populierhout en dat zorgt dus voor dat de vloer nagenoeg niet werkt. Het eiken, dat is dus helemaal geborsteld. Er zitten 3 lagen primer op en 2 lagen lak. Dus als die eenmaal ligt, hoef je er ook niks meer aan te doen. Thomas legt de vloer in wildverband. Waar je wel op moet letten, is dat deze sprong groter is dan 30 centimeter. Dus zo waar ik mee begin, ga ik nog een stukje afzagen, want dit is niet mooi. Je moet wel even wat meer verspringen. Door al die laklagen is de vloer vochtdicht en dat is toch wel fijn, want het is goed schoon te maken. En er gaat hier en daar nu wel eens wat naast. Met een tweeling is het niet bij de een, dan is het wel weer bij de ander. Terug in hartje Utrecht, waar Robin en Javier een spannend nieuw jaar voor de boeg hebben. Ze verwachten namelijk over een paar maanden een tweeling. Thomas tovert hun logeerkamer om tot duo babyparadijs. En de nieuwe vloer is ondertussen klaar. Ja, ik ga nu echt iets moois maken, hoor. Namelijk een commode voor de tweeling. Nou, dit wordt er ook eentje waar er echt geen tweede van is. Nou, wordt bijzonder. Hij komt te hangen zonder pootjes. Ronde hoeken. En ik ga hem maken van MDF, eikenhout en multiplex. Ik heb hem al deels voorbereid. Een paar kleine dingen zagen en dan kan die in elkaar. Alle onderdelen die zijn op maat en ik ben nu pennen aan het frezen. Ja, eigenlijk de gaten voor de pennen. Die komen dan zo erin. En het voorbeeld daarvan is, je zet het straks in elkaar. Het zit op de juiste plek. Als je op de goede plek boort natuurlijk. Maar je hoeft geen schroeven of spijkers te gebruiken. Het scheelt allemaal weer plamuren, schuren en je kent het wel. Hier heb ik voorgebogen multiplex. Dat is voor de onderkant. Dat ziet er mooi uit. Mijn mannen houden het voor ronde vorm, maar het is ook ideaal, want een kleine baby als hij aan het kruipen is, dan stoot hij zijn hoofd niet tegen een scherpe hoek, maar een ronde hoek. Doet ook zeer, maar dat maakt niet uit. Dus die ga ik er ook met die pennetjes opmaken. Voor wat extra stevigheid zet Thomas alles vast met houtlijm. Ja, het ziet er goed uit, Thomas. Tijd voor de deurtjes. De deurtjes laat ik schenieren door middel van potschenieren ofwel keukenkastschenieren. Maar daar heb je verschillende soorten. Hier ga ik 2 soorten gebruiken. Heel opliggend en voor het middelste deurtje half opliggend. En hoe kan je dat nou zien? Dit is dus heel opliggend. Zie je, dat deurtje dat komt tot hier. En dit is half opliggend, dus dat deurtje komt verder daarheen. Dus die eindigt dan half op het paneeltje. Ja, en als het nou wat snel ging allemaal, dan kun je de verschillen tussen heel of half opliggend nog eens even nalezen op onze site. eigenhuisentuin.nl. Oké, nou, dit wordt de hoogte. Ik heb hem even tijdelijk op een kistje gezet, kan ik hem nu vast gaan zetten. De achterwand heb ik al bewust van dikke materiaal gemaakt, dus ik kan hem nu gewoon door en door met schroeven en pluggen vastzetten. Thomas kiest voor een greeploze commode. Zo kan de tweeling zich niet bezeren aan uitstekende grepen. En hij zorgt ervoor dat de deurtjes niet hard dicht kunnen vallen. Dat is wel zo fijn als de tweeling net ligt te slapen. Straks zo, hoor. Geen handgrepen. Dan push, doe open. En als laatste dit mooie eikenblad. Toch eens kijken.
Maakt het wel af zo, hè, dat eiken. Als je mij ook nog houdt, dan ben ik helemaal blij. Dan houdt hij de twee kids. Helemaal. Toppie zo. In Utrecht is het een beetje een beestenboel op de tweelingkamer van Thomas. Nou, dat gedeelte van de kamer heb ik al helemaal gedaan. Ik heb het leukste stukje voor het laatst bewaard. De schuine kant. Maar wat vinden jullie van het behangetje? Nou, het gaat eigenlijk niet om wat jullie vinden. Als de ouders het maar mooi vinden, die wilden absoluut geen roze of blauw. Dus vandaar dit leuke zebra behangetje. En het laatste stukje. Het is wel een veilig behangetje zo, hè. Het is wel eentje die je niet op het verkeerde zebrapad brengt. Hè? Wordt het nou een jongetje of een meisje? Het kan alle twee. In de kamer zit een leuk nisje netjes meebangen, maar het is een beetje een geniste kans om daar niks mee te doen. Dus ik heb hier eikenplank, hetzelfde als het blad van de commode. En ik wil het ook net als de commode zwevend gaan ophangen. Ik heb wat moois meegenomen, namelijk vouwgordijnen. En deze stof houdt de warmte en de kou buiten en is ook nog eens verduisterend, dus dat lijkt me wel ideaal in een babykamer. Drie beugeltjes ophangen en dan klik je hem er zo in. En dan is het eigenlijk al klaar. Makkie. Augustus. Twee bedjes zo. En nog een lekkere stoel waar ze in kunnen zitten. En dan ben ik er wel. Is mijn taak volbracht. It all can get so out of control. Sometimes you can lose your faith, you can lose your mind. Lose your grip, get stripped of your pride. Till you don't know how you're gonna stay alive. This world can throw you over the track. Sometimes your friends can't stop. Nou, het is zover, hoor. Zitten jullie al te trappelen? Ja. Of zijn het die kleintjes die ik hoor? Kom op, we gaan kijken. Oh. Oh, lief. Oh, heel mooi. Oh, leuk, die plankjes zo. Dat is bizar. Nu is het echt, hè? Ja. Hier hebben ze een eigen kamertje. Ja, laat ze maar komen. Ja. Nou, even wachten. Nee, nee, nog niet. Bij wijze van spreken. Ja. Lekker fris. Echt leuk. Het is ook veel ruimer dan ik ja, ja, want we hebben echt wel een grote commode. Ja, super tof. Met lekker veel opbergruimte. Ja, dat is handig, hè? Oh, het wordt ineens echt. Ja. Gewoon een fijne ruimte is dit, hè? Het is ook gezellig. Ja, heel knus. Ja. Ach, lieve bedjes. Schattig zo, hè? Ja. Super tof. Ja, maar ik begin me ook een beetje in te beelden. Ja. 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 Dat was nog niet zo, maar nu wel. Nou, dan zit mijn werk erop. Nou, jij nog. Ja. Dat gaat er goed komen, denk ik. Ja, zeker. Ja, nou, dan wens ik jullie een heel mooi 2018. En dat er maar twee hele mooie kindjes uit mogen komen.